Hoe werkt de klimaatcontrole van de Opel Grenade X? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en ik ben verkoopadviseur van ons familiebedrijf Opel Dealer Liewes Roden. Op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel model of met uitleg over een Opel systeem. Nou, ben je nieuw hier, van harte welkom. Vergeet ook niet om abonnee te worden op ons kanaal, zodat je elke week als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video de uitleg geven hoe de klimaatcontrole werkt van de Opel Grenade X. Welke instellingen zijn handig en wat moet je bijvoorbeeld instellen als je bijvoorbeeld alleen rijdt? Nou, heb je daarna vragen, dan kun je natuurlijk altijd een mail sturen naar klantencontact@liewesroden.nl of ons bellen via 050 50 16842. Maar kijk ook op www.liewesroden.nl waar we alle modellen ook hebben staan. En mocht je een interesse hebben of een proefrit willen aanvragen, dan helpen we natuurlijk graag. Nou, en hoe werkt nou de bediening? En welke knoppen kun je het beste instellen? Dat laat ik je nu zien. Nou, en hier zien we dus de klimaatcontrole van de Opel Grenade X. En die bestaat uit drie grote knoppen. Dan begin ik aan de linkerkant en daar hebben we de knop met menu. Als ik hier aan draai, dan kan ik dus de temperatuur instellen aan de linkerkant. Ik kan hier ook op menu klikken, daar kom ik zo nog eventjes op. Maar hier kan ik dus de temperatuur instellen aan de linkerzone. De rechterzone, die staat nu iets warmer op 21, die kan ik hier aan de rechterkant kan ik die hiermee bedienen. Daarnaast hebben we hier nog de knop voor het vooruit, ontwaseming. Dus als ik die indruk, dan gaat hij de aanjager maximaal doen. En dan blaast hij alle warme lucht naar de vooraan toe. Daarnaast hebben we hier nog de achteruitverwarming. Dat werkt met deze en daar pakt hij de buitenspiegels dan ook mee. En hier hebben we nog de knop automatisch. En als ik op automatisch klik, dan regelt hij het helemaal zelf. Dus de mooiste stand om te hebben is eigenlijk puur met automatisch. En daarna kan ik in principe hier aan de linkerkant zeggen de temperatuur. Of als je dus met twee mensen rijdt aan de rechterkant ook. Aan de rechterkant hebben we hier ook nog de knop voor dat de lucht in de auto bij zon te circuleren. Dus dat er geen lucht van buiten afkomt. Nou, deze is ook heel erg handig als het bijvoorbeeld heel warm is buiten. Ja, bijvoorbeeld een graad of 30. Dan kun je die instellen en dan blaast je alleen dus maar koude lucht in de auto. Dan komt er eigenlijk geen warme lucht van buiten naar binnen toe. Die moet je natuurlijk niet altijd aanzetten. Het is ook natuurlijk wel heel gezond om natuurlijk ook wel wat frisse lucht in de auto weer te krijgen. Aan de rechterkant kan ik dus de temperatuur instellen voor de rechterzone. En hiermee kan ik ook de airco aan of uitschakelen. Nou, wanneer ik op de knop menu druk, dus dat is aan deze kant, dan zie ik ook hierboven een scherm. En daarbij kan ik dus ook digitaal, kan ik hiermee de temperatuur zowel links als rechts ook veranderen. En wat hoog zetten of wat lager. Ik kan hier ook de aanjager kan ik hiermee wat harder en zachter doen. Of ik kan hier kiezen dat ik zeg van nou, ik wil bijvoorbeeld alleen de lucht bij het vooraan. Of alleen de lucht hier aan de bovenkant. Of alleen de lucht bij de voeten. Dan kan ik daar heel makkelijk mee instellen. Maar nogmaals, het mooiste is eigenlijk om hem gewoon op auto te hebben staan. En dan regelt hij het helemaal zelf. Aan de rechterkant, daar bevindt ze ook nog een knopje mono. En als ik die inklik, dan heeft hij dus één zone. En als ik de temperatuur dan hier verander aan de linkerkant, dan pakt hij de rechterkant ook mee. Als je bijvoorbeeld alleen rijdt, is dat ideaal. Dan hoef je niet beide in één keer in te stellen. Dan pakt hij gewoon één temperatuur voor de hele auto. Nou, en datzelfde zie ik natuurlijk hier ook beneden. Maar waar ik bijvoorbeeld de temperatuur hiermee instel, zie je dat hij dus zowel links als rechts de temperatuur ook weer verandert. Dat mono krijg ik er weer af door aan de rechterkant even te draaien om de temperatuur in te stellen. En dan zie je dat hij hier verspringt en dat hij hiermee gewoon dan de temperatuur weer pakt. Nou, voor de rest hebben we hier ook nog een knop opties. En als ik daarop klik, dan kan ik de automatische stand, kan ik daarmee dus wat harder zetten of wat zachter. Nou, als we nou in de Grenade Hybrid zitten en we drukken dan op opties, daarbij zie ik nog een aantal meer icoontjes. Dan kun je bijvoorbeeld link aan de linkerkant, kan ik hier bijvoorbeeld de temperatuur mee regelen. Dat ik bijvoorbeeld, stel voor als ik hem ingesteld heb, dat hij bijvoorbeeld om 8 uur vol moet zijn, het accupakket. Kan ik ook regelen dat hij bijvoorbeeld in de zomer ook gaat verkoelen en de winter ook wat de verwarming vast aanzet. Je kan hier ook de automatische stand van wat harder of wat zachter zetten. En aan de rechterkant heeft hij hier ook dan mono staan. In plaats van bij de andere auto zag dat dus in het vorige scherm stond dat. En daarbij bij de hybrid moet je dan even hier naartoe. Nou, mocht je een auto dan beschikken over bijvoorbeeld stoelverwarming, dan heeft hij hier ook nog een knopje. Of stoelventilatie, dat komt inderdaad ook hier op te staan. Nou, ik hoop dat ik hiermee een heldere en duidelijke uitleg heb gegeven over hoe de klimaatcontrole werkt van de Opel Grenade X. Mocht je nog aanvullende vragen hebben, dan horen we natuurlijk graag. Typ ze heel makkelijk hieronderin of stuur een mail naar klantencontact@liewesroden.nl. Nou, mijn naam is Hendrik Liewes. Ik wil je super bedanken voor het kijken naar deze video.
Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video en ik hoop dat we elkaar dan weer zien. Tot dan!